Een dode uit het oosten. Een hoorspelserie in 24 delen naar het gelijknamige boek van Jan Willem van de Wetering in de bewerking van Anna Bosman. Regie Meijndert de Goede. 14e deel. Denk je dat John vroeg thuis zou komen? Ik zou het echt niet kunnen zeggen, adjudant. Je mag wat mij betreft hierop verwachten. Er zijn twee mogelijkheden. Die jongen heeft de waarheid gesproken en dan zit de commissaris nou in dat theater naar een voorstelling te kijken. Misschien is uw vriend door de Yakuza vermoord omdat hij de bende wilde verlaten. Misschien is er een andere reden voor zijn dood. Welke? U. De andere vreemdeling is er nog. Maar ook hij zal door de edelman worden vernietigd. Die ander is nu op weg naar de edelman. De edelman verwacht hem. Waarom doet hij nou een stap achteruit? Daarmee geeft hij aan dat er een ander personage op het toneel gaat verschijnen. Waarschijnlijk die van de vreemdeling. Vriend? Ik ken dit stuk helemaal niet. Kijk, hier Zand, daar heb je de vreemdeling. Maar dat ben ik. Hou je wapen klaar, Giersan. Maar blijf rustig. Ja, ik ben kalm. Wat vertelt die man? Dat hij een buitenlander is die vliegen om zich heen verzamelt. Het slaat op jou. Ja. Hij is gekomen om de edelman te vernietigen, want hij wil diens rijk veroveren. Maar waarom staan ze nou stil? Dat is het teken dat de introductie is afgelopen en dat ze samen zullen gaan spelen. En nou? Ze groeten elkaar. De vreemdeling is bot, onbeleefd. De vreemdeling vertelt de edelman dat hij moet verdwijnen. De edelman antwoordt dat hij niet zal gaan. Dan maakt hij een vreemde gebaar. Nou, dat zijn bezweringsgebaren. Daar geeft hij mee aan dat hij de vreemdeling wil waarschuwen voor zijn lot. Een laatste kans. Ja. De vreemdeling kan zijn pogingen nog opgeven. Hij weigert. De edelman geeft aan dat hij de vreemdeling zal vernietigen. Wat zijn het voor schaduwen? Het zijn helpers van de edelman. De geesten van de duisternis. Hier waarschijnlijk bedoeld als sluipmoordenaars. De edelman geeft zijn teken. Ja. En nu keert hij zich af. En dat betekent dat hij zijn bevelen niet meer zal weigeren. Zijn helpers besluipen de vreemdeling. De vreemdeling is bang. Waarom blijft de edelman niet kijken? Omdat de vreemdeling als een rat wordt afgemaakt. En de edelman zich zal verlagen door naar zo'n tafereel te kijken. Kijk. De helpers trekken messen. Gadverdamme, wat een bloed. De speler moet een rubberen zak of zo onder zijn kleren hebben gehad. Er komt het bloed uit zijn mond. Dat is een capsule. Hij heeft die stuk gebeten. Yes. Afgelopen doorheen. Ja. Oké, Giersan. Wegwezen. Giersan. Iedereen kijkt naar ons. Laat ze doorheen. Kom maar mee, Giersan. Nee, ik wil niet vluchten. We moeten hier weg, Giersan. Giersan, wat doe je nou? Ik ga ze bedanken. Juffrouw Andrews, ik heb u al verteld dat we het lichaam van uw verloofde hebben gevonden. Ik wil u niet lastigvallen met pijnlijke details. Oh, maar die wil ik ook liever niet weten. Goed. Ik weet dat uw verloofde door één man is vermoord. Een man die met meneer Nagai is meegereden in meneer Nagai's auto. Die auto is bij Abcoude de Rijksweg naar Utrecht afgedraaid. De moordenaar staat aan het stuur en meneer Nagai zit naast hem. Hoe weet u dat allemaal? Ja, dat doet er niet toe. Ik weet het. Misschien gingen ze ergens vissen en wist de moordenaar een mooi stekje. Viste uw verloofde wel eens? Ja, soms. Hij had een opvouwbare hengel in een etui. Juist, ze gingen dus vissen. En toen de auto geparkeerd was, ging de moordenaar iets zoeken achter in de auto. Maar hij zocht niet echt. Die manoeuvre was alleen maar een excuus om je verloofde door zijn achterhoofd te kunnen schieten. Maar waarom zou het dan niet een van die twee mannen kunnen zijn die u heeft laten arresteren? Omdat de moordenaar een amateur is. Hij had zich slecht voorbereid. Hij is een schep gaan kopen en hij is gezien toen hij zijn auto stond te wassen na de moord. Daar heeft u getuigen van? Ja, zeker. Maar de getuigen zijn verward omdat de moordenaar een oosterling is. En ja, om de een of andere reden in de ogen van Nederlanders allemaal hetzelfde uitzien. Maar dan kan toch één van de twee de moordenaar zijn? Nee, juffrouw Andrews. We weten zeker dat de heer Takamoto het niet gedaan heeft en de heer Nakamura ook niet. Dat zijn beroepsschoften en onze moordenaar is een amateur.
Ze kunnen gedaan hebben alsof ze amateurs waren. Nee, juffrouw Andrews, ze hebben het niet gedaan. Zij niet. Dat kan niet. Nou, wie was het nou, juffrouw Andrews? Wie? Wie haat uw verloofde zo erg dat hij een kogel door zijn hoofd moest schieten? Wie? Blij dat ik buiten ben. Ja? Ja. Vreemd. Mij doet het eigenlijk niks. Je was meesterlijk, Giersan. Hoe kwam je op het idee? Zomaar. Ik stak mijn hand in mijn zak en toen merkte ik dat ik mijn fluit bij me had. Jongen. Dat je die melodie had onthouden. Ja, ik vond mooie muziek. Ik zag die acteurs naar ons staan kijken. Ze zagen eruit alsof ze zich schuldig voelden. Nou, het is ook niet leuk om iemand bang te maken. Zeker niet dat die iemand je nooit iets gedaan heeft. Ja, ze zijn er vast goed voor betaald, hoor. Ook vast wel, ja. Maar leuk was het niet voor ze. Dat kon ik zien. En ik wilde ze laten weten dat ik het ze niet kwalijk nam. Nou, toen heb ik die melodie maar gespeeld, hè. Ja, verbazingwekkende en onverwachte reactie. Je zult er bewondering mee geoogst hebben. In ieder geval heb ik ze laten zien dat ik niet bang ben. Zo, en nou wil ik een borrel. Laten we naar die bar gaan waar we vanmiddag waren. Goed. Hé, misschien is die jongen er nog. Nee, die is al lang weg. Hij zal wel gek zijn als hij er nog zit. Je bent zo rustig, Giersan. Ja. Toen die man op het toneel kwam die mij moest voorstellen, werd ik opeens rustig. Nou, hij deed het trouwens echt goed. Hij trok als een snor toen hij naar die edelman luisterde. Dat doe ik ook altijd. Ja. En hij had datzelfde loopje. Loop ik zo verend? Ja. En ook de manier waarop hij een pakje sigaretten tevoorschijn haalde en er een uitschudde. Hè? Zo. Precies zoals jij dat doet, Giersan. Ik vond het interessant om naar te kijken. Het is heel anders, hè, dan wanneer je in een spiegel kijkt. Je gaat je altijd onnatuurlijk gedragen als je in de spiegel kijkt. Dit was veel echter. En toch moet er iemand geweest zijn die je in de gaten heeft gehouden. En die zeer goede ogen had. Ja. Jij schrok ervan, hè? Ja, zeker. Ja, ik wist niet maar waarmee ze zouden eindigen. En dat maakte me ongerust. Ten slotte is het ook mijn opdracht om jou te beschermen. Juffrouw Andrews, alstublieft. Nou, goed dan. Ik heb voordat Kikuchi in mijn leven kwam met andere mannen geslapen. Yes. Met meneer Fujitani? Ja. En met de kok? Ook. Een keertje? Nee, nogal regelmatig. Ze kwamen op een kamer, maar soms ook gewoon in het restaurant als mevrouw Fujitani de kinderen naar school bracht of boodschappen ging doen. Hielden ze van u? Ja. Meneer Fujitani ook? Ja. Hij heeft er zelfs over gedacht om van zijn vrouw te scheiden. Uh-huh. En de kok? Die heeft aangeboden om een flat te huren en daar met mij samen te gaan wonen. Is je rijk? Hij beschikt over veel geld. Yakuza geld. De kok is een belangrijke man in de organisatie. Ah, wat is belangrijk? Hij is luitenant. Goed getraind en een persoonlijke beschermeling van de daimyo. Wat doet hij dan in Nederland? Hij is voorbestemd om chef van de Yakuza in Kobe te worden. Kobe is de best geoutilleerde haven van Japan. Ah, loopt hij een stage? Ja. Ik had zijn aanbod bijna aangenomen, maar ja, hij was namelijk aantrekkelijk en ik wilde best met hem samenleven. En toen kwam Kikuchi Nogai. Ja, ja. Hij werd verliefd. Hij werd verliefd op mij en wilde met me trouwen. Ja, misschien vindt u het gek, maar ik heb zijn aanzoek opgevat als een voorstel. En toen heeft u gekozen tussen het aanbod van de kok en dat van meneer Nogai. Ja. Kikuchi's voorstel leek me beter. Juist. Huwelijk en liefde. En het bood zekerheid. En na een tijdje ben ik echt van hem gaan houden. Hij was erg lief voor me. En wat heeft u met het voorstel van meneer Fujitani gedaan? Meteen afgewezen. Weet u, mevrouw Fujitani is altijd heel goed voor me geweest. En ik kon het er gewoon niet aandoen. Wat vond meneer Fujitani ervan dat u voor meneer Nakai koos? Oh, hij is erg tekeer gegaan. Hij heeft gehuild en geschreeuwd en op de grond gestampt. Hij is me zelfs op een kamer lastig komen vallen. Denkt u dat hij uw verloofde vermoord kan hebben? Nee. Hij was even heel erg teleurgesteld, maar dat ging gauw over. En de kok? Heeft hij u of meneer Nakai ooit bedreigd? Nee, hij nam het heel licht op. Hij heeft nu een andere vriendin, een Nederlandse. Ja, maar denkt u dat hij iets gedaan kan hebben? Nee. Hij kon het goed met Kikuchi vinden. Net als meneer Fujitani trouwens. Kikuchi had alleen maar vrienden. Ah, behalve die ene dan. Ja. Maar ik zou niet weten wie het was. Heeft u nog iets te vragen? Nee, juffrouw Andrews. Weet u dan hoe het met mijn paspoort staat? Oh, dat is klaar voor u. Maar u begrijpt waarschijnlijk wel dat we het u pas kunnen geven als de zaak is afgerond. Ja, dat begrijp ik. Vind ik ook niet erg. Ik ben blij dat ik het krijg.
Ja. Goed, nou, dat was het dan. Ga mijn vrouw opzoeken. Ja. Bedankt. Je leek totaal niet bang, Giersang. Nee. Ik had het er gisteravond nog over met Grijpstra. Je weet maar, mijn collega uit Amsterdam, die belde. Ik schijn helemaal geen normale gevoelens meer te hebben. Er is een soort niets. Ik denk dat dat komt door dat ongeluk met Esther. Je bedoelt een soort na-effect van dat ongeluk? Zoiets, ja. Het kan me allemaal niks schelen. Ik heb het gevoel dat mij totaal niks gebeuren kan. Oh, jij reageert er normaal, daar hoef je niet voor te schamen. Mis je je vriendin soms? Ik weet het niet. Er is een gat als het om haar gaat. Na dat ongeluk heb ik bij de commissaris gelogeerd. Ja, het is een bijzondere man. Ja. Gisteravond belde Grijpstra me. Ik was blij zijn stem te horen. Maar dat was heel even. Waarom? Nou, er waren veel dingen die ik wilde vertellen, maar opeens kon ik niet meer. Misschien, ja, hoe zou ik het zeggen? Misschien kan je het jezelf niet vertellen. Ja, misschien is dat het. Al met al hebben we de commissaris nog steeds niet gevonden. Nou, die zal onderhand wel gewoon in het hotel zijn. Ik zal in de bar wel even opbellen. Ja, laten we even stoppen met praten. Goed, kunnen we nadenken. Hey, ik heb zin om iets geks te kopen. Wat? Nou, ik weet niet, gewoon iets geks. Dan heeft het toneelgebeuren je toch geraakt. Ja, een beetje. Ik heb zelf het gevoel dat ik leeg ben. Dat ik dat gat wil vullen. Hoe heette die uitgepoepte koffie ook alweer? Apenkoffie. Ja, juist. Nou, ik denk dat ik straks een kop apenkoffie bestel. Hier, neem nog een stukje schoon. Ik heb niet zo'n trek. Ah, toe Henk. Gaan we een keer uit eten en dan heb je geen trek. Het is jouw idee. Nou en? Je hebt ja gezegd. Nee, ik doe het er niet om. Oh, je zou je eigen kop eens moeten zien. Het is altijd hetzelfde. Wat klaag je dan? Jij wilde per se hier eten. Botterik. Je denkt alleen maar aan je eigen genoegens. Dat heb ik van jou geleerd, Henk Grijpstra. Ik trek er alleen niet zo'n chagrijnig gezicht bij. Het is 10 minuten lopen naar het station. Nou, je bent gewoon gemeen. Ja, als je nou het feest compleet wil maken, moet je nou gaan zitten grienen. Ik had me er zo op verheugd. Het is altijd hetzelfde met je. Jij verpest het altijd. Ik had het kunnen weten. Maar ik dacht dat je vanavond anders zou zijn. Mens, ik heb de hele middag geprobeerd achter het liefdesleven van een Japanse gangsterdame te komen. Ik ben moe. Ja, je zult dus niet moe zijn. Ik had me er zoveel van voorgesteld. We gaan nooit samen uit. Nooit meer. En nu hier? Wat nou hier? Het is gewoon een maffe vreedschuur. Nou, dat kun jij zeggen. Jij gaat altijd op kosten van de recherche buiten de deur eten. Maar voor mij is dat iets heel bijzonders. Weet je het dan niet meer? Wat? Gebruik je hersens, Suffert. Dat heb ik de hele middag al gedaan. Je kunt het ook gewoon vertellen wat je te zeggen hebt. Denk nou eens één keer over ons na. Jij en ik. Toen we elkaar pas kenden. Wat deden we toen? Na de dansles in het steegje? Ach nee, gek. Later. Vlak voordat we ons gingen verloven. Toen heb jij me mee uitgenomen op een zondag. Naar de Veluwe. Ja. En wat deden we toen? Wandelen. Toen ik de blaren op mijn poten. En toen? Toen zijn we gaan eten. Was dat hier? Ja, Henk. Ach, hey, Annie. Een kindje toch. Wou je daar nou mee vanmiddag? Ja. Jij stond midden in de kamer te schreeuwen en toen zag ik opeens toen. Hier. Toen je me vroeg. Hoe je toen was. Hoe was dat? Oh, heel verlegen, heel lief. Ik werd er sentimenteel van. Gekke man. Nou, kom. Dan heb je nog een beetje slaap. Dan nemen we daarna een lekker toertje, ijs of zo. Wat hadden we toen? Een peertje. Ja, toen deden we samen dingen. We zijn ouder geworden. Nou en? God, Henk, ik heb ook mijn fouten. We zijn wel heel erg veranderd. Want jij begint altijd met ruzie maken. Maar ik hou toch van je. Je vraagt ook nooit naar mijn werk. Ja, maar jij wilt er ook nooit over praten. Jij broeit alleen maar. Net als nu. Nee, die moord zit me dwars. Ik maak me zorgen om de commissaris en de gier. Hè? Vooral om de gier. Oh, hij heeft me zo'n aardig kaartje gestuurd uit Tokio. Hè? Jij mist hem, hè? Hoezo? Nou, sinds je hem naar Schiphol hebt gebracht, ben je chagrijniger dan ooit. Zeg, die school is best lekker. Henk. Nou ja,
Een beetje. Ah, een beetje, zegt hij. Ik wil niet veel zeggen, maar ik heb naar je leren kijken. God, hij is mijn beste vriend. Hij heeft het moeilijk en ik kan niks voor hem doen. Hij kan zijn planten niet in zijn leven houden. Zijn al 2 geraniums dood gegaan. Nou, dan koop je toch nieuwe voor hem op de bloemenmarkt. En de commissaris is bij hem. Dan kan hem toch weinig gebeuren. Nee. Oh, Henk. Het is zo fijn, hè, om weer eens met je te praten. We worden oud, Annie. Ik voel me oud. Heel oud. Te oud? Ik weet het niet. Ik weet het echt niet. Ach, kom. Eet nou maar lekker je scholletje op. Zo. Alsjeblieft. 1 apenkoffie. Dank je. En van mijn boven. Zo, ik heb naar het hotel gebeld. En de commissaris is er nog steeds niet. Stik. Nou, laten we er dan zomaar heen gaan. Als er iets met hem gebeurd is, is het goed als we hem ter plekke kunnen opvangen. Ja. Jij denkt nog steeds aan die pantomime, hè? Ja, ik vind het een hele ontvlachtige manier om mij te vertellen dat ik een ongewenst persoon ben. Zou me ook gewoon een briefje kunnen sturen, hè? Misschien willen ze je gewoon laten weten dat ze heel inventief zijn. De boodschap is in ieder geval duidelijk. Als ik niet opkras, zal de Dijmen je opdracht geven om als een rat af te laten maken. Hij zal het in ieder geval proberen. Mijn vermoorden betekent een internationaal schandaaltje. De Nederlandse regering zal tenminste waarschijnlijk niet aan de zijlijn staan te juichen. Ach. Zeg Dorin, in die pantomime was er sprake van 2 vreemdelingen. Ja, jij en ik. Ik ben degene die al een waarschuwing gehad had. Nee, jij was het niet. Jij bent geen vreemdeling. Ja. Dan moet die andere de commissaris zijn. Wat zeiden ze dan over? Weet je dat nog? Ja, wacht even. De edelman had hem in de ogen van zijn dood laten kijken. Ja. Hoe doe je dat? Nou, door iemand in het nauw te drijven of heel erg aan het schrikken te maken. Zo erg dat hij doodsangsten krijgt. Er zijn allerlei manieren om iemand zover te krijgen. Hoe goed zijn die Yakuza daarin? Heel goed. We hadden de commissaris nooit alleen moeten laten. Er is hem iets overkomen of er overkomt hem nu iets. Die edelman die speelde toch dat die ander vernietigd was? Wat bedoelde die met vernietigen? Nou, ik weet het niet, Giersan. Het kan alles betekenen, hè? Letterlijk vernietigen, maar ook figuurlijk. Je kan iemand op die manier ook geestelijk vernietigen. We hadden hem niet alleen moeten laten. Nee, hij had niet zomaar eventjes moeten gaan wandelen. Hmm. Zeg, reken jij af? Ja. Giersan, kijk eens, bij de deur. De commissaris. Meneer! Meneer! Wat ziet hij eruit? Hierheen. U heeft geluisterd naar het 14e deel van Een dode uit het oosten. Een hoorspelserie naar het gelijknamige boek van Jan-Willem van der Wetering in de bewerking van Anne Bosman. U hoorde Piet Reumer als Grijpstra, Hans Hoekman als de Gier, Jan-Anne Drent als Dorin, Lisbeth Struppert als mevrouw Grijpstra en Mela Soesman als Joan Andrews. Techniek André Jansen en Bram Hengeveld. Regie Meijndert de Goede.